dametjes van het goede leven. Dametjes van het goede leven. En die ligt weer zo raar, pootjes omhoog op de leuning. Gek kindje. Maar ja, moet ze voor zichzelf weten als dat nou zo lekker ligt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat dus. Wij gaan er vandoor en ik spreek jullie later. Hé, hey, kereltje, was jij hier ook? Hé! Hey. Hallo! Ja? Oh ja! Oh, is het zo? Maar je gaat er nou niet uit, een vrouwtje gaat eruit. Ja, samen met de meisjes, dus jij gaat achter de deur. Jo! Ja, en dan daarna als ik terugkom. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag de 16e van de 4e 2024 en we leven om 14:47. Ik ga straks weer eerst met de meisjes uit voor de zoveelste keer. Tenminste voor de zoveelste keer gewoon de normale dingen. Ze zijn ook al een paar keer weer in de tuin geweest. Het heb al wat geregend, maar het is nou weer lekker droog. Dus ja, het is 10 graden, maar het voelt aan als 6. Dus het is koud. Ja, nou, vind ik niet leuk hoor. Nee, echt niet. Maar ja, maakt niet uit, wat hoor ik nou? Heel hoog geluid. Doei! Jeetje, ook het nog hoger. Hè? Ik kan wel hoog zingen, maar nee. Ik ga niet zo overdreven op straat zo lopen te roepen, daar begrijp ik niet aan. Nee, hou je gedeisd. Maar in ieder geval, buiten dat om, het is zonnig, het is bewolkt, dan is de zon weer weg, dan regent het weer even. Dus ja, het is nou bewolkt en het doet zeer aan je ogen. Daar is donkerder dan daar, daar is het scherp. Maar ja, maakt allemaal niet uit, de kinderpret niet boeien. We gaan gewoon de gezellige boel ervan maken met de hondjes. Weg hoef ik niet, ik zou niet weten waar naartoe, want met dit weer, het is mij ook weer te koud. Ik vind er niks aan, het is, ja, je weet het wel wat voor weer het is. Ik denk dat bij jullie ook wel zoiets. En dan ga je er alleen nog maar eruit wanneer het hoog nodig zakelijk kwaad is. Ja, en voor de rest blijf je ook liever binnen. Wie niet? Ik wel. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles. Geniet een beetje mee met hetgeen wat ik ga doen. Nou ja, ik ga niet zoveel doen. Gisteren is er een hoop gebeurd. Eergisteren heb ik een hoop gedaan. Dus ja, mag ik ook even een dagje rust? Gisteren had ik mijn huis voor visite plus werkzaamheden. Ik heb meegedaan, tenminste meegedaan. Nadat iedereen de hort weer op was, ben ik ook hier nog aan het werk geweest. Op de bank schoongeschuierd. Want die was niet gedaan. En ik denk, nou, dat wil ik schoon hebben. Het zag er niet uit. Ik denk, nou, huppata. Maar ja, nou ga ik met de meisjes uit. Dus ja, ook die energie moet ik dus delen over mijn meisjes. Dat ik die uit kan laten. Hé, dametjes van het goede leven. Dametjes van het goede leven. En die ligt weer zo raar, pootjes omhoog op de leuning. Gek kindje. Maar ja, moet ze voor zichzelf weten als dat nou zo lekker ligt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat dus. Wij gaan er vandoor en ik spreek jullie later wel weer. Ja toch? Ik zou zeggen tot dan. Mijn lieve meisjes. Hé, hey, kereltje, was jij hier ook? Hallo. Ja? Oh ja. Oh, is het zo? Maar je gaat er nou niet uit, een vrouwtje gaat eruit. Ja, samen met de meisjes, dus jij gaat achter de deur. Jo. Ja, en dan daarna als ik terugkom mag je er even uit. En ik heb mijn eetalcohol tot zover klaar. Ja, nou ja, klaar, klaar. Ik heb het geraspt. Ja.
We eten. Een scharrelkipsnitzel met bietjes. En in de bietjes komt natuurlijk ook nog een uitje. Dus ja, dat gaan we eten. En die gaat lekker achter de deur, of die nou wil of niet. Maar dat komt straks wel, want ik moet toch eerst ook zelf naar het toilet. Ja! Hé, kerel? Nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Dat doen we echt waar niet. Nee. Als ik met een meisje zou gaan, dan gaat hij niet naar buiten. Niet zoals voorheen, dat hij dan met me mee kon lopen. En van met korte stukjes. Maar ik wil hem niet meer naar buiten hebben. Want we hebben een kattenmoordenaar in Den Helder rondlopen. Dus hij komt sowieso al niet buiten. En ten tweede, als ik hem in de tuin laat. Meneer, die durft geloof ik ook niet meer te springen. Want anders had hij al lang al eens een keer de hort op geweest. Want ik laat hem wel in de tuin buiten. Hij is één keer wel de straat op geweest, omdat Mario hem per ongeluk toen buiten liet. Toen ging hij tussen haar benen door, ze wist het niet, nee. Nou ga ik dus lopen met de meisjes, blijft hij sowieso binnen. En als ik dan terugkom, dan kan hij de tuin in en dan laat ik de deur op een keertje open, zodat ik hem wel kan horen, want nou blaert hij de boel bij elkaar. Maar nou hoor je hem omdat hij in mijn vertrek zit. Maar zit hij in een ander vertrek, dan hoor je hem amper, dan kan hij zo zacht mekkeren, oftewel miauwen. Miauw. Ja. Dus ja, dat dus. Hij is zo zachtjes mouwen, dan hoor je hem amper. En vooral als je in gesprek bent met wie dan ook, of met jullie, of als ik visite heb, dan hoor je hem amper. Ja. Ja, morgen. Morgen brengen en overmorgen halen. Dus ja, dat dus. Ik ga lekker even met ze lopen. Het zonnetje schijnt. De bewolking is zo goed als weg. Het is nou meer blauw dan wat anders. Ja, daar ben ik weer blij mee. Enkel het waait nog wel behoorlijk. Het is 11 graden, zegt hij daar. Daar op de computer 10 graden. We gaan even op de telefoon kijken. Even kijken wat hij daar zegt. Ja, nee, zometeen. Als ik weer terug ben. Nou, dan moet hij wel opschieten met laden. Ja, wauw. Nou, hij blijft maar draaien, hè, de kring. Dan is die gewone laden. Nee, dat moet ik niet. Ik moet die hebben. Een luchtballon. Want hij kan een luchtballon. Hij blijft maar draaien. Ja, hè. 10 graden, gedeeltelijk bewolkt. En het voelt als 7 graden. Nou ja, daar heb ik maar mee te doen. Ja. Maar oké, maakt allemaal niks uit. Pak een paraplu. Regen mogelijk na 1 uur. Dat is vannacht pas. Dus voor die tijd moet ik eruit geweest zijn, ook met de meisjes vanavond laat. Ja. Dus dat komt wel weer goed. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en geniet van je avond en tot later. Nou, die ligt al bijna te koesen met de ogen open. Men doet ze toch meestal. Die ook, hè? Ja, we gaan zo naar bedje toe. Ja, want het is de hoogste tijd. We zijn al uit geweest, ja. En ik heb al wat lekkers gehad. Broodje, koffie, water, wijntje en een knabbeltje. Over de hele avond. Ja. En ik ben nog even met mijn spel bezig. Even het laatste doen. En dan is dat ook weer klaar. En ik heb ook al een vlog in elkaar gezet. Die staat ook al op YouTube. Dus ik ben best bezig geweest. Ja. Dat, helemaal blij ermee dat ik daarmee klaar ben. En dan ga ik zo meteen lekker naar bedje toe. Dus ja, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal natuurlijk een welterust. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook morgen allemaal vanzelf weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten dat God die houdt over ons gewoon de wacht.
En daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei.